Nederland Zoomt komt in actie voor de wilde bij. Dat is hard nodig, want de helft van de 358 soorten bijen zijn in gevaar. Zonde, want zo'n 80% van ons groente, fruit en andere eetbare gewassen is afhankelijk van bijen. En dat geldt ook voor de meeste planten die in de natuur groeien. Er zijn verschillende soorten bijen. Honingbijen leven in bijenkasten en hebben een imker nodig. Wilde bijen leven in het wild. Deze bijen gaan er vaak alleen op uit. Met name de wilde bij heeft het zwaar. Jij kan de wilde bij helpen door je tuin of balkon bijvriendelijk te maken. Zorg van het vroege voorjaar tot de late herfst voor bloeiende planten die nectar en stuifmeel geven. Het voedsel voor bijen. Gebruik planten, zaden en bollen die gekweekt zijn zonder bestrijdingsmiddelen. Veel bijen kiezen voor een nestelplekje in de grond. Zorg daarom voor onbegroeide, zanderige plekken in de zon. Laat de holle stengels van planten staan in het najaar en ga niet schoffelen en harken. Zo kunnen bijen onverstoord in de grond en in de stengels overwinteren. Voor de bijen die in holte nestelen kun je een bijenhotel op een zonnige plek hangen. Je kunt dit heel makkelijk zelf maken. Benieuwd hoe je dit kan doen of op zoek naar meer tips om de wilde bij te helpen? Kijk dan op www.nederlandzoomt.nl.